Goedemiddag. Alles goed. Eerste vraag. Hoe lang beoefent u al de duivensport? Ik ben 29, 26 jaar denk ik. 26 jaar. Ik weet niet beter. Ja, zoiets. Ja. Ik zelf ben 53 en ik beoefen de duivensport nu 33 jaar. En de laatste 25 jaar inmiddels al wel doen we het wel steeds meer samen. En, Evert die zit momenteel behoorlijk aan het roer. Ja, sowieso. Want ik zie, ieder jaar zijn de prestaties beter, beter, beter. Beter, ja. Ik zie hier Olympiadeduiven op het hok, nationale asduiven. Kijk, jullie spelen met jonge duiven, jullie spelen met oude, met jaarlingen. Welke systemen spelen jullie? Is dat wederschap op nestspel? Welk systeem wordt er hier zo een beetje gespeeld? Het is al 28 jaar nestspel. Nest. Met de oude en de jongen worden hier nooit gescheiden. Ze zitten allemaal lekker bij elkaar en te rommelen. Ja. We willen ze niet te snel op eieren. Mm-hmm. Maar tegen de echte mooie vluchten mogen ze best een hoekje hebben. Ja. En bij twee nachten mand. Dat zijn ook wel vaak de kopduiven. Onze eerste van zaterdag die was geliefd. Mm-hmm. En zie je toch eens iets meer gas geven. Ja. Naar de mensen hier toe die naar het filmpje ook aan het bekijken zijn. Eind november start er ook een veiling bij jullie op Dream Pigeons. Ja. Zijn er nog bepaalde zaken dat jullie eens willen meegeven uit welke duiven dat er zo een beetje aangeboden worden? Totaal 10 jongen en misschien nog een jong van de 12 keer de 74, echt een zwaar ingetilde. Ja. Een paar keer dochter. Ja, eigenlijk het beste van het beste van het hok. Ja, beter hebben. Komt op de veiling. Ja. Ja, echt gewoon van alle goede duiven waar we zelf ook goed mee vliegen met de jongeren van. Ja. En dan moet het gaan gebeuren. Okay.